Chiara Dries heeft de beker aan Dick Mertens gegeven. Ook voor jou de eerste keer dat je zo'n cup kunt vasthouden. Hè? Zeker, de eerste keer. 3 jaar geleden waren we dichtbij. Maar dan hebben we hem niet gewonnen. En de vorige keer, ja, dat is 13 jaar geleden. Dus. Dan liep ik al wel ergens rond in de tribunes, maar nog niet mee op het veld. Zo lang is het inderdaad geleden. Hè? Een eeuwigheid eigenlijk dat AKC nog eens kampioen geworden is. Ja, een eeuwigheid enerzijds wel. Maar anderzijds, als je zegt wat een ploeg dat we toen hadden. Een generatie die stopt, ja, dan weet je dat je een nieuwe ploeg moet bouwen. En in de tussentijd hebben we wel een paar veldtitels, een paar bekertitels gepakt. Maar deze is de enige die het telt. Hè. Deze is de belangrijkste. Een generatie toen die stopte. Deze generatie, hoe lang gaat die mee? Die mannen mogen nog heel lang meegaan. Voor mij is het gedaan. Dit is mijn laatste. Maar ik ben ook wel wat ouder dan de rest. We hebben een ploeg die nog wat jaren mee kan aan de top. En ik heb er alle vertrouwen in dat we hier nog vaak gaan staan. Mooi afscheidscadeau. Ja, beter kan je. Dat is een droom die uitkomt. Een beter cadeau kunnen ze me niet geven. Geweldig. Mag ik zeggen, AKC verdiende kampioen de reguliere competitie als eerste afgesloten. Weliswaar gelijk met Skaldis, ja. Maar beter onderling resultaat. Vorige week dan die kruisfinale tegen Voorwaarts. Hallucinant, spannend. En nu deze wedstrijd winnen? Ja, ik denk wel verdiende winnaar. Als je ziet dat we nu... Ik denk 10 matchen ongeslagen zijn. Meer dan 100 dagen volgens de coach. Ik heb ze niet meegeteld, maar het zou wel kloppen. Dan denk ik dat we verdienen van die titel te pakken. Tegen Skal is het ook de perfecte finale, denk ik. 1-2. Gelijk in de stand geëindigd. Maar ja, dan moeten we net iets harder spelen. Net iets meer in die duels gaan. En hopen dat je mee naar huis pakt in titel. En dat is gelukt. Ga je de veldcompetitie nog afwerken? Ja, ja zeker. Ik ga het einde van het seizoen nog. En dan... aan de shoes of de schoenen aan de haak en dan sta ik mee in de tribune. Dus vanavond toch nog een beetje voorzichtig zijn? Vanaf morgen een beetje voorzichtig zijn. Vanavond gaat dat eraf op AKC.